eerst een kaartupdate hebben bij de winkel. Roos daar nog, ook leuk. Dus ja, schappig. En ben dus nu alweer aan het lopen naar de welbekende kortingsbak. Goedemorgen allemaal, welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karin en Roderick. Roderick en Karin, ja dat zijn wij. Het is vandaag vrijdag 25 augustus 2023 en het is nu 9:30 in de ochtend. Ik sta op het punt om te vertrekken. Kijk, het is inderdaad 9:30. En dat zeg ik, ik sta op het punt om te vertrekken, want ik heb een afspraak om 10:00. En ja, ik neem jullie wel mee, maar ik kan daar niet filmen, dus... ik neem wel gewoon de camera mee, want zodra ik klaar ben, ik weet niet hoe laat, dan kom ik weer bij jullie terug. Dus heel veel plezier, het is gewoon een nieuwe vlog. Ik ben benieuwd of jouw pasje het dus nu gaat doen en voor jouw bedrijfskleding. Nee, je moet eerst een kaartupdate hebben bij de winkel. Heel ingewikkeld. Nou, dan moeten we dat dus even zo gaan vragen, dus blijkbaar dan als ze open zijn. Ja, open. Ja, nou, dat hoop ik ook voor je. Hè? Huh? Nee, precies dat. Daarom juist. De. Ja, dus. Wat moet jij dus zo meteen gaan vragen? Kaarten. Ah, oké. Okay. Nou, ik ga het beleven. De kaart bijwerken, maar een kaart. Ja, ja. We zijn er weer. Dat is handig. Dat is leuk. Roos daar nog, ook leuk. Dus ja. Schappig. Hi. Hoi, jij ook hier? Ja, ik ook hier. Jij ook? Nee, ik ben er niet. Niet? Nee. Oh, waarom ben je er niet dan? Ik zit op hier te zijn. Oh, niet? Ik ben daar. Oh, oké. Okay. Ja, dat kan ook. Allemaal. Alles kan. Als jij dat wil, dan kan dat toch? Dat kan. Dat zou kunnen. Wel, oké. Okay. Dat is leuk. Ja, dat is heel leuk. Je moet ook nooit uitstellen tot morgen wat je heden door iemand anders kan laten doen. Niet? Nee, niet. Waarom niet? Dat is handig toch? Waarom niet? Je hoeft jezelf niks meer te doen. Is dat zo? Als je morgen zelf moet doen, is het moeilijker natuurlijk. Oh. Ja? Zeg, nou, moet ik het goed. Morgen gaan doen? Nee, maar ik ben jouw vet vandaag even doen. Ja. Scheelt weer. Dat is weer niet wat zeker. Maar we gaan weer eens even koekeloeren zometeen. Ik zie iemand staan die niet hier behoort te staan, volgens mij. Wel, oh ja, zuivel. Ja, dat is deze lieve tallige vriendin. Hij schat. Hallo. Is druk. Druk? Oh, oké. Okay. Dag. Doei. Hey. Ja, jij zegt toch dat het druk is. Jij zegt toch dat het druk is? Dan kan je het krijgen. Maar je weet dat niet, hè? Hallo. Moet je morgen ook werken, of niet? Nee, zondag. Ja, moet zondag. En wij mogen morgen naar Rotterdam? Hi en ik. En we motten. Ja, werken. Werken. Hey, HBO. Bij Martien, weet ik veel, in Rotterdam. Martien Meiland, nee. Gaan we niet doen, niet. Wat zit er allemaal in? Dat is leuk. Wat zit er allemaal in? In. Ja, niks. Niks? Jammer. Volle melk, schat. Voor 50 cent. Karnemelk, schat. Voor een euro. Ja, karnemelk. Mag ik dat broodje van u met ei?
Beker en ei, Lia. Ja, dank u wel. Alleen die is niet afgeprijsd, dus jammer. Die is niet afgeprijsd. Dat is heel jammer. Ja, ik vlog inderdaad. Dat klopt, correct. Daarom ook heb ik een camera in mijn hand. Wat ben je aan het doen? Vloggen, ja. Ja. En ben dus nu alweer aan het lopen naar de welbekende kortingsbak. Ja. Nee, echt wel. Want ze had er weer wat ingedaan. Dus ik weet niet of er dat er nog in zit. Nee, dat weet ik niet. Nee, die is niet van mij, meneer. Maar dank u wel dat u het even vraagt. Lief. Eens even kijken. Ja, ik weet niet of jullie er wat van weten, maar is dit voor de barbecue ook? Ja, dat kan. Ja, zeker. Ik zie het er niet op staan. Ik heb nee, maar dat kan wel inderdaad. Ja hoor, zeker. Maar daarvoor ook deze en deze stokjes, hè? Ja, dat dacht ik ook. Maar normaal staat het er nog wel eens op. Ja, maar dat kan dit ook gewoon... Dit is zo klein dat, zal ik het eens even kijken voor u? Staat er niet op, maar dit kan wel voor de barbecue, is wat? Ja. Ja. Okay, dankjewel. Alsjeblieft, meneer. Nee, ik dacht dat je hier werkt ook. Nee, ja, ook dat. Ja, ook dat. Ik ben aan het werk, ja. En voor mijn vlog, ja. Ja, maar dit is met tomaat. En dat vind ik niet zo lekker. Ik dacht juist met spinazie te zien, maar... Nee, dan gaat die over voor mij. Ja, helaas pindakaas, ja. En er zijn nog meer, hè, meneer, hieronder. Wat zegt u? En er zijn nog meer, kijk hier. Is er ook nog eentje. Ja, maar dat is heel lang, hè. Dat weet ik niet zo... Oh, oké, okay. Nee, oké. Okay. Maar bedankt voor de hulp. Tuurlijk, uiteraard. Dat is geen enkel probleem, hoor. Het ligt toch altijd hier zo lekker door elkaar, dus. Dus ja, hè. En ik heb nog genoeg in de vriezer qua eten. Want ik moet zo alleen even kijken wat ik ga eten. Hier, zo'n mooie whiskerslepeltje voor een keer. Nee, dat is voor de katjes, niet voor de hondjes. Ja, nee, maar hier doe ik altijd ook zeg maar het vlees voor en voor de hondjes mee pakken, zeg maar. Mm-hmm. Want hier zit ze te wachten. En de poesjes ook. Ja, maar ze blijven ook zo meteen. Er zit ook gelijk vet bij, dat is lekker. Schrappig. Oh, er is nog iemand gekomen. Ah, ze ruiken wel. Zitten! Dank u. Ja, of jullie nooit het krijgen, hè? Ik zal maar nooit wat mogen krijgen. Ik krijg geen eten. Ik krijg geen aandacht. Ik ben heel zielig. Ja. Hey! Zitten, Aldrie. Kom jij eens hier dan. Zitten. Ga niet zo grommen. Denk je zelf. Heeft Lady ook een beetje schapenvet, want hier zit gelijk schapenvet bij. Zo. Kijk, dan doe ik het zo. Oh, dat is lekker, hè. Ja. En toen moest je wachten. Hè? Wacht, is ook zo moeilijk. Lady, ga jij eens op je zitten. Denk jezelf, wat heb ik jou aangeleerd? Laat eens zien aan de dames wat jij hebt geleerd. Wees jij eens een keertje in de slimste vandaag weer eens even zo. Lijkt me een hele goeie. Ja, echt wel. Hey, zitten. Niet zo grommen, brommen. Nee, zitten!
Ja, sorry. Dan maar je kop maar tegen de deur aan. Jullie krijgen nog een blik, hè? Gewoon met z'n drieën. Dat jullie ook allemaal delen. Met z'n drieën. Een heel blik. Okay. Ja. Ja, dat is dus voorgeven. Verschillende voorroepen. Is het toch veel te dik dan? Nee hoor. Nee hoor. En vooral eigenlijk, nu dat we weer naar de winter toe gaan, is dit gewoon weer een goede vetlaag weer wat te krijgen. Omdat ze dus in de zomer heel weinig eten. Alles op. Die? Dat heeft niet. En weet je wel daarentegen. Iets meer. Beunhaas. Ja, is dat waar? Lady, je zit daar nu! Kijk mij aan! Nee! Niet zo doen! Heb ik nog ergens een schroeflook? Vast wel. Nou, dus lief. Doe gewoon eens even lief, wil je? Kijk, een beetje knoflook er doorheen. Nu zie je scherp. Ja. Moet jij eens opletten wat je krijgt, dame. Je gaat stinken. Je gaat zometeen lekker stinken. Dan vinden de teken jou ook niet meer zo leuk. Nee, die heeft ook zoiets van vrouwtje, schiet nou op. Ja, ik ben bezig. Doe ze lief. Hé, bolla, jij ook. Ja. Mam, wat? En ik bepaal nu waar jullie gaan zitten. Eerst krijgt Beauty eens een keer. Dan kunnen we die een beetje in de gaten houden hier in de keuken. Zo, dan ga ik dus nog deze even weer een beetje overheen rollen. Want anders dan kunnen ze
ook zoiets heb van, nee, ik ga het niet opeten. Ja, meisje, ja, en jij krijgt even een keer als eerst. Eerst beauty. Beauty. Lovely bedoel ik. Hier, deze dames, kom. Ik had het. Lady laag. Kom, lopen. Blijf. Zitten. Beauty, kom. Beauty, kom eens hier. Kom, lopen. Blijf. Alsjeblieft. Jij krijgt hier. Kom, lady. Hier, lady. Hier. Alsjeblieft. Top. En ik ga nou mijn handen wassen. Kijk, en dat heb ik een heel mooi zeepje ervoor. Ja, even niet hierop letten, want het is één grote bende. Ja. Ik heb hier een heel leuk zeepje. En doe ik een beetje deze erbij. En dan. Dan kun je gewoon weer in je ogen wrijven. Dan kun je gewoon weer in je ogen wrijven als je dus met knoflook of uien hebt gewerkt. Als je dus deze zeepje hebt, is ideaal. Nou, de hondjes die zijn nu lekker aan het eten. Zo. En ze heeft het bijna op te eten. Kijk dan. Ze heeft het bijna op. Ah. Ben je er klaar mee? Nou mag je kijken. Leed jij eerst. Leed naar buiten. Nou, dan wordt dus eerst even inspectie gedaan van de bakken. En ze leeg en schat, goed zo. Keurig hoor, wijfie. Goed gedaan. Ga maar hier kijken. Spido, ga eens in de kant. Ga maar kijken, ja. Want zo hoort het, hè. Hé, hey, was hij lekker, schat. Goed hoor. Ja. Goed zo. Ik ben trots op jou. Spido. Lady is ook helemaal blij, want wie heb jij gezien? Heb jij oma Sjors gezien? Heb jij oma Sjors gezien?
Hé, hey, Bolle. Heb jij oma Sjors gezien, hè? Wat? Ga jij lekker slapen bij papa? Ga je slapen bij papa? Ga je lekker uitlogeren? Alweer. Ga je lekker logeren bij papa? En neem die dan mee en bij jou thuis dan. En neem die lekker mee en voor bij jou. Oh. Oh. Wat is er? Wat is er dan? Ja, ik zal deze van de kant doen. Wat is er dan, kerel? Kom eens hier. Wat is er dan? Wauw, dat ben jij. Hi, kerel. Maar ik moet nog een vlogje editen die morgen online moet komen. Dus, kom, mag ik erbij? Kom, ga eens aan de kant. Kom, ga lekker daar liggen. Zitten, hangen. Het is helemaal prima met jou. Hé. Hey. Ja, prut. Maar ik ga even nog verder editen, schat. Hé. Hey. Ik ga nog even verder editen, ja. Ik ga nog even verder editen, terwijl het al... Bijna alleen is. Ja, precies dat. Ik ga nog even verder editen. Moet wel gebeuren. Nou, doe eens lief. Lieve schatten, ik lig inderdaad weer gezellig op bed. Jullie zien het goed. Maar dat betekent dus wel dat ik deze vlog ga afsluiten. Dus vond jij dit weer een leuke en gezellige vlog? Ik zou zeggen, vergeet dan zeker hier beneden niet te abonneren. Doe een duimpje mijn vuurtjes omhoog. Laat een like achter. Ja, dus duimpje, like, abonneer en reageer. En de hele rattenplan. En dan ga ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.